brand. Die ik in 2017 leerde kennen tijdens de warmste week. Dit moment, een jaar geleden, was ik echt op het moment dat ik niet meer door wilde gaan. Dus dat ik echt een einde al wilde maken. Vandaag is het Werelddag van de Suïcidepreventie. En ik ga Brent volgen. Ah ja, that's what I do. Hey, dag Brent, goedemorgen. Let's go. Hoe is het eigenlijk met je? Ça va. Ja, het was gewoon volledig donker in mijn hoofd. Maar het was juist of dat er een misvoering. Dat als je je hand voor je gezicht houdt, dat je je hand niet eens zag, zo dik was, zou ik maar zeggen. Je voelt dat fysiek ook gewoon heel hard. Dat is heel gek. En je kunt ook niet meer babbelen. En mensen kennen mij eigenlijk een babbelaar. Dus ik kon niks niet meer zeggen. En als ik iets moest zeggen, dan voelde je echt hoeveel fysiek, hoeveel energie dat van je vraagt om iets te... Iets over uw lippen te krijgen. Ja, echt iets over uw lippen te krijgen. Dat was heel raar. En achteraf merkte wel dat het veel gemakkelijker is om met, allee, dat vond ik, om met iemand te babbelen die totaal geen relatie met u heeft. Daar kunnen dat gewoon bijleggen en je weet, die kunnen dat dragen, want die dragen dat anders dan dat je dat tegen uw beste vriendin of uw vriend of daar staan uw ouders zou zeggen. Want die trekken zich daar veel meer aan. Ja. Die gaan mee lijden in plaats van mee leven. Ongelooflijk toch wat die mensen doen, hè? Echt chapeau, want ik zou het niet kunnen zelf. Ah, zij redden mensenlevens, hè? Heb je er al over nagedacht wat jij aan hun wilt zeggen? Een dank u, maar een dank u, dat is zo precies zo... Ja... Dat dekt niet wat ze doen. Allee, gelukkig dat we dan nog bloemen mee hebben ook. Ja, dank u. En bloemen. Goed, daar gaan we. Je pakje. Ideaal. Ready? Ready. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik ook. Het komt goed, hè? Je hebt de pakje en bloemen. Ja, er kan niks misgaan. En ik ben erbij. Hallo. Hallo. Dag Kirsten. Welkom. Hallo. Ik heb iemand meegebracht. Dat is Brent. Welkom. Wij kwamen op jullie dag eigenlijk toch wel. Kwamen wij jullie bedanken en toch ook een attentie. Ik ga het u wel af. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. En we hebben nog iets, een cadeautje bij voor jullie. Mag het u af? Alsjeblieft. Het is een originele brand. Het is echt mooi. Het gaat hier een goed plekje krijgen. Dus, ja, alsjeblieft. Dankjewel. Wij zijn echt gegroeid met de warmste week. Maar voor ons zijn dat de weinige momenten dat we echt ook met de mensen die met ons contact nemen, echt contact hebben. En wij staan er nog elke keer versteld van dat mensen iets willen doen voor ons. Dat voelt hier echt nog niet als normaal, hoor. Dus, nee, maar het is wel nodig, hè? Het is zeker nodig, ja. Want het zat in het nieuws nu onlangs dat jullie vrijwilligers tekort komen. Ja. Wij blijven ook gewoon ambitieus. Wij weten, we hebben onze telefoonlijn die 24 op 24 bemand is. Maar we weten ook op bepaalde uren dat twee of drie vrijwilligers dat niet voldoende is. We hebben ook een chat. Chat zit echt gigantisch in de lift. Mensen willen gewoon chatten. Zeker over iets moeilijks als zelfmoord. Ja, dat zei jij ook, hè? Dat die app, dat jij dat echt heel... Ik heb de app gehad. De drempel was veel lager. Dat hielp voor mij. Ja. Door dat chatten ook. Dat... We proberen echt zo laagdrempelig mogelijk dat mensen geen enkele drempel ervaren. En dat praten is gewoon de eerste stap naar alles. Hè. Dus, de grootste stap. Hè? Ja, de moeilijkste ook. Ja. Dus, absoluut. Concreet gesteld, financiële middelen en vrijwilligers. Ja, mega welkom. Ja, mega welkom. Op deze Werelddag Suïcidepreventie. Ja. Ah, kijk hoe. Wacht, hè. Jij had al een mooie pin. Maar ik ga daar deze nog naast hangen. Is dat goed? Dat is heel goed.